Hallo en welkom weer bij Vinoniek. Dit keer neem ik je mee naar de Pikenierskloof. En dat doen we met deze wijn. Dit is de familie Kruger Old Wine Chenin Blanc van een wijngaard aangepand in 1962. Dus hele oude stokken in de Pikenierskloof. En wat is dat dan? Nou, Zuid-Afrika heeft de oostkant en de westkant wat aangeplant staat. En het westkant is hebben de meest bekende wijngebieden. En wat hoger op aan de westkant, daar ligt een wijngebied dat heet Olifantsrivier. Een van de hogere plekken hier heet Pikenierskloof. Deze Pikenierskloof, dat noemen ze een ward, een soort van speciaal subgebiedje met zijn eigen temperament en karakter. De typiciteit hiervan is dat die wijngaarden veel hoger op liggen, tussen de 500 en 800 meter hoogte. Nou, wat levert dat op? Op papier zijn dat wijnen die wat frisser, wat preciezer, wat intenser en vaak ook wat minder alcohol bevatten. Dus een wat, klassiekere stijl en in dit geval Chenin Blanc. En laten we maar samen gaan proeven. Ik heb dit dus nog niet geproefd en de eerste keer doen we samen. Johan Kruger, de wijnmaker van dit domein, hij is een van de meest getalenteerde wijnmakers van Zuid-Afrika. In 2005 won hij al de titel van beste jonge wijnmaker van Zuid-Afrika. En hij is hier een domein gestart hogerop, want hij wilde de koelere klimaten in. En waar de meeste mensen dan naar de kust verplaatsen, gaat hij hogerop. Oké, Pikenierskloof, wat doe je daar? Hey, ga eens uit beeld. Pikenierskloof. Dus cool climate, oude stokken Chenin, aangeplant in 62. Dit is gemaakt op van die betonnen eieren waarin de wijn heeft doen vergisten, maar ook heeft liggen rijpen. Geen enkele houtrijping dus, maar wel het zuurstofcontact van zo'n cementrijping. Ik ben heel benieuwd. Het ruikt heel helder, heel precies, heel schoon. Beetje als grapefruit sap met een beetje tonic-achtige soort van frisse tonen erin. Het heeft een mooi limey ondertoontje, bijna citroenmelisse. Je voelt dat hij wel concentratie in zit en dichtheid. Er zit ook een soort sierlijke rijpheid in die wijn. Maar dit is alles behalve dik en bulky en zwaar en overdreven. Want Chenins kunnen nog wel eens overdreven zijn, hè? 4 weken geen regen. Zit ik de video op te nemen, begint het te regenen natuurlijk. Nou ja, dat is ook iets wat we moeten weten over Pikenierskloof. Hier staan ongeïrrigeerde wijngaarden. Dat wil zeggen dat ze dus niet geïrrigeerd worden. Het ligt hier hoger, valt hier meer regen. Dus je hebt een natuurlijke wijnbouw. Hierdoor kun je dus ook die hele oude wijngaarden hebben die nog steeds vol in leven staan. Jeetje, dit heeft wel karakter hoor. Het is sappig, het heeft fruit, het heeft hele mooie bitters, het heeft bite, er zit iets spicy's aan. En toch, vaak als het iets heel energieks is, dan mist het een beetje vulling. En dit heeft wel echt textuur hoor, het heeft wel echt vorm. En voor zo'n jong jaargang, dat is 2019, hè, dit is echt nog een puppy in Chenin-land, toont het zich al heel gul hoor. Die Johan Kruger die weet dat het gaat over balans, over elegantie, over ritme, maar ook de balans tussen vulling, rijkdom en intensiteit. En het is nou juist dat bijna kinine-achtige van een tonic, dat ziltige, wat een soort ondertoon heeft in die wijn, wat eigenlijk een soort van de push is, wat die wijn een beetje in ritme houdt, wat juist zo boeiend is in dit type wijn. Dit was de video over Old Wine Chenin Blanc van familie Kruger, jaargang 2019.
Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Tot Wienoniek. Doei!